gezellig om mensen gewoon, weet je wel, te laten zien van... Hey, er zijn livestreams, kom er gezellig bij, weet je, waarom ook niet. Goedemiddag, nou hier, we pakken dit hartje op, wat leuk. Ocarina... Wordt dit een ding? Wordt dit gewoon... Wordt dit een... Wordt dit de gimmick? Wordt dit letterlijk gewoon de gimmick? In het begin van de aflevering, ik gooi een cliffhanger. Ik gooi een cliffhanger neer, weet je wel, voor een pick-up. En tot het dan gewoon een hard... Oké, we hebben de watermedaille. Dat is in ieder geval boeiend, maar... Dat nog niet eens een hardcontainer is, weet je wel, voor Piece of Heart. Maar tot het gewoon simpelweg... we kunnen de rouwmissie inderdaad afmaken. Want ik wil nu eigenlijk ook al naar de Fire Temple toe. Plus, we hebben de hamer, dus we kunnen daar de shortcut voor gebruiken. We kunnen ook nog heel eventjes de extra... Au. Steen tegen ons gezicht aan krijgen. Maar het grappige is, er zit dus nog een extra item die we dus te pakken kunnen krijgen. Wordt vaak over het hoofd gezien. De plek waar dat wij... ja, volgens mij was dat de hookshot die we hier hebben gevonden. Ik weet het niet zeker. Maar er zit hier dus nog een kistje. En die kun je dus alleen maar pakken met 2 strength upgrades. Of met de hamer. Dankjewel, Star Mighty. Ik verwacht ook niet dat mensen gaan spoilen. Die ik mijn community echt niet doen. Jullie zijn awesome. Vergeet dat niet. Jullie op YouTube zijn ook awesome. Maar dan wil ik live tegen jullie kunnen zeggen. Dus nogmaals, links in de beschrijving. 50 roepies, wat leuk. In ieder geval, waar ik ook achter ben gekomen. Deze Goron. Hierboven. Genaamd Stevie. Leuk, hè? Er is een hele makkelijke manier om die Goron tot een halt te roepen. En nee, je gebruikt niet je eigen bommen. Je eigen bommen gebruiken is een waste of bombs. Wat je wil doen... Even kijken, ik kom nou van die kant. Draai om! Dankjewel voor mij om te tollen. Je wil hier staan wachten op hem. En gewoon richten op die bomtube. Hij komt extreem dicht langs die bomtube. En als jij een pijl op een bomtube schiet, dan ontploft hij. Super makkelijk. How could you do this to me? You're Ganondorf's servant, whatever. Hear my name and tremble. I am Stevie. I'm the hero of the Gorons. Waarom ben je de hero of the Gorons? Wat heb jij gedaan? Hi. Jij bent de enigste met tekst. Ik ken jouw voice act. Vind ik leuk. What? Your name is also Stevie. Then you must be the legendary the Dongo Buster and hero Stevie. Die de Dongo, die heb ik net 5 minuten geleden... My dad is Darunia. Do you remember him? Nee, ik ben namelijk nooit bij Darunia geweest, want ik heb geen ocarina. Ik weet niet hoe dat ik zelf als lullaby moet spelen. Dus ik heb geen... Dad, name me Stevie after you because you're so brave. Jouw vader kent mij nog niet eens. Ik heb je vader nog nooit gezien. It's a cool name. I really like it. Ja, net zoals toen ik Zelda Player 20 heette. Tot er in één keer, ik weet niet hoeveel player, insert, leeftijd, erachter, naam daarna kwam. Stevie, you're a hero to us Gorons. Nou, dat is snel gegaan. I'm so glad to meet you. Nou, heel fijn. Please, give me your autograph. Sign it to my friend, Stevie of the Gorons. Nee. Oh, I guess it's not a good time to ask you this. Please help everyone. Zo, heb ik net gedaan. Ik heb net jullie... Hallo, ik heb King the Dongo verslagen. Ik bedoel, daarom ben ik eld. Ik wil niet heel vervelend doen. My dad and Rudy, I went to the fire temple. A dragon is inside. If you don't hurry, even my dad will be eaten by the dragon. Boeit me niet. Stop met huilen. Geef me wel... Ja, de Gorons, hartstikke leuk. Boeiend. Het interesseert me niet. Je huilt te veel. Dankjewel voor de sleutel van de Grooding Trading Grounds. Stel je voor dat je me de sleutel had moeten geven van de Fire Temple. Ik heel erg vaak best wel over het hoofd zie van... Maar wacht eventjes. Die kan ik al doen. Is... We hebben de Ocarina nog niet. Kan een issue zijn. Maar wij hebben wel een heat-resistant tunic. En wij hebben een hookshot. En als je die twee combo, die ding combineert... dan kom je in deze kamer. Waarom is deze kamer zo boeiend? Er zitten hier best wel veel pick-ups. Nou ja, best wel veel. Een stuk of 3. Volgens mij was het een 3. Ik weet niet zeker. Don't quote me on that. Ik dacht dat het een 3 pick-up was. Volgens mij was het een 3 pick-up. Yep, een 3 pick-up. Everybody, freeze! Hammer time! Do 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 do.
Don't touch this. Ik heb een hamer. Ook al een sleutel van de watertempel. Belgian Wolf. Het probleem is, we hebben nog niet de measures en de meanings en weet ik het allemaal nog al meer om naar de watertempel toe te gaan. Dus! Jongens, ik serieus! Ik wil mijn ocarina! Oh, waarom dit? Beetje slordig, sorry. Hoort erbij. Ik zeg serieus, krijgen we nou alle liedjes al zonder dat de ocarina? Maar Stevie, waarom kun je de ocarina niet vinden? Je hebt hem om je nek! Misschien moet ik hem gewoon even in mijn disk drive stoppen, weet je wel? Dan gewoon downloaden, gewoon zo hoppakee, Ocarina of Time in. Maar goed, in ieder geval laten we eens heel eventjes kijken wat de trading sequence is. Aangezien dat we nog niet naar de enge mens daar kunnen. Want ja, we hebben geen ocarina en we hebben zelfs Lullaby nog niet gevonden. De trading sequence. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het het waard is. Piece of heart heb ik gezien. 5 roepies heb ik gezien. Dat is de grootste middelvinger trouwens. Pijlen, bommen, seeds. Nog niet... Ja. Gewoon niet items waarvan je zegt van... Oh, die heb ik nodig. Die ben ik nog nooit tegengekomen. Misschien nu wel. Wie weet. Hallo. Ik heb een item voor je. Recovery hard is best wel erg. Het? Open your mouth and say... Recovery hard is het ergste. Dankjewel Mario. Deze recovery hard is mede mogelijk gemaakt door Super Mario Player 200. Net zoals een paar gifted subs. Nogmaals bedankt daarvoor. Nou ja, heel grappig om te weten. Er zijn meer pickups. Namelijk hier. Hier zitten namelijk nog 2 Deku Shrubs. 3 Deku Shrubs, ik heb niks gezegd. Freeze! Hammer time! Hallo! And can you feel more love tonight? Het probleem is wel, weet je, we kunnen inderdaad naar de watertempel, want daar hebben we dus nou wel de benodigdheden voor. Alleen ik ga liever daar pas naartoe als ik de longshot heb. Liever. Maar we zouden eerst de fire temple gaan doen. Ben ik ook helderziend? Ocarina, you needn't look too far. The world for once is in perfect harmony. There's only one dude named Ganondorf. And Ganondorf is causing havoc. So something must happen. Sheik gives us the Ocarina. Toch Sheik? Sheik, geef jij ons de Ocarina? Sheik? Jij geeft me ook een sleutel voor dit Gerudo trading round. Deze muziekje, jongens. Deze muziek. Serieus. Hi. Ik zie 4-2 voor Hammer Road. Dus dankjewel Super Yoshi. Dankjewel Double Fris voor ook even te stemmen. Hammer Road it is. Hallo, ik kom jullie voorstellen aan mijn zwaard. Steek mij alsjeblieft niet in de fik, want dan ben ik geen fan van. Dank u. Sterf, jij slak. Geef mij magie. Oh nee, wacht, dat kan niet. Haha. Ja, jij mag ook sterven. Mario, ik denk dat jij al jouw psychic abilities, weet je wel, dat jij die al gebruikt hebt. Ik ben echt bang dat je al je psychic abilities ondertussen gebruikt hebt. Trouwens, hier is ook wel een fun fact. Het enige nadeel is, je hebt een like-like. Maar je zou dus in de cutscene van de Skulltula kunnen zijn om dus veilig te zijn voor dit.
leuk om te weten. Zorg ik wel voor dat je de like gekild hebt. Dat kan best wel pijn doen. Hallo. De Vries. Ik heb een baszwaard. 2 hits. Deze muziek trouwens voor de midboss. Ik vind het wel grappig hoe dat... Draai eens even om. Dank je. Ik vind het wel grappig hoe dat eigenlijk de meeste muziekjes overal best wel rustig zijn. En de plekken waar dat eigenlijk rustig hoort te zijn. Dat het daar juist super spannend en intensieve muziek is. Hallo, draai eens even om. Hij blaast op! Hey, kijk, bombs. De wormhapbeesten. Nou, hun naam is ook al disturbing. De naam van die beesten is like-like. Wormhapbeesten. I like it. De wormhapbeesten. Oké, de eerste pick-up was het niet waard. Maak me zorgen, jongens. Gelukkig hebben we de hamer. Maak me echt zorgen. Please let it be worth it. Like-like. Dat is echt de naam van de beest. Like-like. Ik heb het ook niet verzonnen. In ieder geval, jongens, die sleutel. De bottom of the well key, weet je, daar zit ook weer één pick-up achter. De rest is allemaal skulltula's. Ik weet niet, jongens. Dan komen we pas achter als we de Song of Storms vinden. En als we de Song of Storms vinden, hebben we nog een Ocarina die we nog moeten vinden, dus... Oh ja, 2 pick-ups, 2 pick-ups, 2 pick-ups. Nou, ik vind ze helemaal niet leuk. Ja, jullie kennen de drill. Ik ken hem wel helemaal door blijven spelen, maar daar zit niemand op te wachten. Doe een like-like op deze video. Dankjewel, Beltumop. Doe een like-like. Doe een like-like op deze video vanwege het Ocarina gespeel. Doe een like-like-like-like-like-like. Nee, Mario, dat was de andere kant. Nee, dat was de andere kant. Jij zei dat hij aan die kant zat, maar hij zat aan de andere kant. Hij zat aan de rechterkant. Iron Boots moet ik inderdaad nog aanvinken, inderdaad. Zelfs als Lullaby moet ik inderdaad nog aanvinken. Excuses. Sorry. Dankjewel voor de reminders. Dan zit ik al eventjes te denken hoe ver dat we nou nog kunnen komen in deze dungeon. Want daar hebben we gelijk een sleutel voor nodig. Ja, hier zat zelfs Lullaby. Hallo. Doei. Maar het punt is, volgens mij, even kijken, want we hebben geen hoverboots, we hebben geen longshot. Nou, trouwens, met longshot zou je daar niet, nee, we moeten dan de hoverboots hebben of we moeten in die kamer kunnen komen. Anders kunnen wij niet naar de einde van deze dungeon. Hmm. Nou ja, we kunnen naar de watertempel. Yikes. Ik weet in ieder geval, Fire Temple heeft een enorme lading aan keys. Daar heb je echt heel veel keys voor nodig. We hebben hier een strength upgrade voor nodig. Is dit de kazen? Is dit de kazen, though? Ik denk het niet, want je kunt je niet hoekshotten aan dit hek. Ik moet hier een strength upgrade voor hebben. Wauw. Duidelijk.
Watertempel of als Child Link, de Zora's. Ja, Lord Jabu Jabu kunnen we ook doen. Dat is een soort van babywatertempel. Die zouden we helemaal kunnen finishen. En dat geeft dan ook weer een pick-up. Ik zou zeggen... we gaan terug als Young Link. Ik loop rondjes. We gaan terug als Young Link. Kopen zaad. Ga naar Zora's domein. Sowieso. We hebben sowieso de pick-ups en de shop die we dan in Zora's domein kunnen zien. En als we weer terug als adult gaan, kunnen we altijd nog de watertempel erbij pakken. Ik denk dat dat op zich wel een hele goede keus is. Ga in Minecraft koken, dan weet je zeker dat het lukt. Nou, Sea of Thieves heb ik ook weinig aan laten branden. Wij hebben hier Ocarina. Oh. Nou, we hebben hier in ieder geval ook weer een heleboel pick-ups die we op kunnen halen. We hebben hier een Piece of Heart. We hebben hier de diving minigame. We krijgen een empty bottle. Mario, ik hoef geen kookles, dank je. Probleem is ook van, ik heb er te weinig tijd voor, jongens, dus... Blue Rupee, 180 roepie. Watertempel key, nog een watertempel key gewoon. 260 roepies. Wauw. Is duur. Fun fact. Neem hier gratis stokjes mee, zeker als we dadelijk naar... Volgens mij hadden we iets van 5 stokjes nodig om daar de baas van te kunnen verslaan. Ik weet het niet zeker. Don't quote me on that. Wacht eventjes. Dit is al de tweede keer dat ik zei don't quote me on that. En nu mee. Is me niet aan het quoten. Me don't mind. En Mumini heeft het ook af en toe wel eens druk. Die heeft ook nog wel eens wat zaakjes en alles te doen. In ieder geval, we hebben nu onze tweede bottle. Want we krijgen nu de bottle terug, dus... Oké. Ja, Mumini die houdt altijd hele goede onderhoud in de server. Vind ik echt gaaf. Hoeveel hij wel niet in de server doet, jongens. Wel dat de facecam heel eventjes dan uitgaat. The Stone of Agony. Joepie, we kunnen hints lezen. Hallo, ik ben Dennis. Kom even langs waaien. Nou, als ik een Gossip Stone tegenkom, misschien dat we dan wel eventjes de hint kunnen lezen of zo. Ja, maar dat is dus het punt. Ik weet niet alle locaties van de Gossip Stones. Wat ik wel weet, is alle locaties van de pick-ups. Dus ik heb geen idee waar dat die stone zit. Zit die daar niet bovenop? Yes! Ik ben onder de quotes uitgekomen. Ik ben blij. Nou, ik zit nog wel met het dilemma what to eat. Ik heb 2 foto's voor pizza. Oké, dat was het waard. Kunnen we dadelijk Dinsfire kopen. We hebben nog geen manie. We hebben nog geen Magido, dus... Dat is nog wel een issue. Ik wil mijn vis. Mag ik een vis? Nou, trouwens, een vis kun je ook verkopen bij die gast van... Hé, verkoop mij iets! En ik weet niet hoeveel dat een vis waard is. Volgens mij is een vis... Ik weet, insecten zijn 50 roepies. Ik weet niet hoeveel vis. Dit is trouwens ook wel grappig. Mario wist niet dat je deze hele dungeon kon doen zonder de slingshot. Krenten, er zijn hier maar 4 pick-ups. 5. Hier zitten ook 2 stones voor later. Interessant. Ik weet in ieder geval dat we hier ook heel veel Skulls kunnen vinden. Dat is ook wel fijn. Hallo Ruto. Ga eens even zitten. Hou eens even je mel. Dankjewel. Dodging skills. Dat was een close call. Niks is zo gevaarlijk als de reet van Ruto. Hi.
Dankjewel voor de skultsela. Ik weet het, jongens. We moeten het water hier sowieso omhoog... Thanks. Ik vind het helemaal niet leuk dat jij Melvin geluidjes maakt. Melvin die doet dat veel liever de deur. Huh? Gasbubbels! Ik moet nog steeds zeggen dat ik het niet erg prettig vind om in een gigantische vis te zitten. Ik vind het nog steeds een van de meest oncomfortabele dungeons. Nou, het grappige is, dit is ook de muziek van Vulvetia. Ook leuk om te weten. Leuk feitje. Hallo. Wat is onze eerste pick-up hier? Jij hebt de ocarina. Jij komt uit St. Louis. Jij bent van STL. Ik haat jou. Je bent dood voor mij. Geef me mijn hartjes en kom nooit meer terug. Oké. Ruto, onze lift is gearriveerd. Hoppakee, meekomen. Maar ik ben wel een prinses, hoor. Nee, je bent prins 7. Nou, je muil, ouwe. Hoppakee, doorgaan. We hebben wel weinig hartjes, eigenlijk. Oké, we hebben double defense, maar... Hallo. Hallo. Skip. Oude pijn. Ik moet wel zeggen, omdat we double defense zo snel hebben gehad... ...we weten nog steeds niet wat de low health sound is. Dat ik gewoon eigenlijk zoiets wil hebben van... ...ik wil erachter komen, maar... ...hoe langer dat we dit blijven doen, hoe moeilijker dat het is om low health sound te krijgen. Hallo. Kijk eens, een boomerang. Auw. Oké, als ik die boomerang tegen jou gebruik, is dat beter? Is dat effectiever? Dat dacht ik ook. Hoezo een dag Ruto? Ruto kan hier niet mee naar binnen. Yay, pijlen. Whoop-dee-doo. Dungeon is bijna net zo zinloos als de original. Hi Ruto. Oh, hoe durf je me alleen te laten? Nou, serieus, de aspirintjes waren op. Hier heb ik een handig trucje geleerd van Mario. Bubbels een groot probleem? Gebruik noten. Voornamelijk de walnoten. Doe een keer bloep. Doe nog een keer bloep. En de walnoten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bloep. Derde pick-up. Ik begin deze dungeon te haten. Hebben jullie het door? De muziek is epic, maar de rewards zijn waardeloos. Ruto is vervelend. En ik heb verder eigenlijk geen antwoord daar bovenop. Nee, hier blijven. Het is hier geen kermisattractie. Ik heb je kont nodig. Serieus jongens, ik heb de kont van Ruto nodig. Dat wordt gewoon de titel van deze aflevering. Ik heb de kont van Ruto nodig. Sterkste wapen van de game, de kont van Ruto. How to destroy fish? Gebruik de kont van Ruto. Met dat gegasp van Zelda erbij klinkt het eigenlijk helemaal... Nee. Gewoon nee. Oké, ik moet wel een beetje werken met mijn mic. Poef. Jongens, het is Navi die dat geluid maakt, hè? Niet Ruto. Genoeg nou met... ranzigheid.nl. Zoek die website niet op. Ik weet nog niet eens of die bestaat.
Weer een sleutel van de bottom of the well wat compleet zinloos is! Yay! Ik serieus, het enige wat jij uit de bottom of the well keys kan halen... Eentje geeft 2 pickups. Dus... Yay. De ander... geeft een golden skulltselaar, dus alles wat ik kreeg. Een parasitic tentakel? Daar gaat een beetje... Oeh, dodging skills. Ik lok helemaal niks uit. Bruto's kont is het beste wapen ooit. Was dat de laatste tentakel al? Nee, hè? We hebben er hier nog één. Ik bedoel, het is jammer dat we Ruto niet zo hoog kunnen gooien, weet je wel. Ah ja, Ruto, ik zou je eventjes nog trouwens een complimentje geven. Je kont is lichter, want jij bent gewoon zelf lichter dan een bomtje. Neem dat als een compliment. Neem het respectfully. Dat heb ik van je papa geleerd. Moet wel respectvol zijn. Gaan we nou in deze dungeon niks anders praten dan over de kont van Ruto? Blijkbaar. Waarom zou je de boemerang hier vinden, weet je wel? Je vindt hier de kont van Ruto. Oh ja, hier krijgen we geen pick-up meer. Stel je voor dat je Ruto mee zou kunnen nemen naar Ganondorf, weet je wel? Dat je gewoon Ruto... tegen Ganondorf aangooit. En dan dat je zo Ganondorf zou kunnen verslaan. Ik ben echt raar. Mijn gedachten gaan helemaal de verkeerde kant op nu. Wacht. Ruto, niet naar beneden vallen, want dan vermoord ik je letterlijk. Oké, okay, nevermind. Ik dacht, misschien kun je de Skulltselaar vermoorden met Ruto's kont. Maar dan ben ik bang dat je van een engel moet gooien. En dan gooi je Ruto van de ledge af, dus... Nee. Wij hebben nog steeds geen ocarina. De ocarina zit naast de Lens of Truth boven mij. Als je naast de Lens of Truth kijkt, tussen de Lens of Truth en de bottle, daarin zie je dus ook een ocarina. Dat is waar dat je de ocarina tot elkaar aan kan vinken van, hey, ik heb een ocarina. Degene die nou oplicht, dat is, ja. Dat is de Song of Time, inderdaad. Yay! Maar is het wel de Emerald? Volgens mij gaat ze ons iets heel anders geven. Tenminste, zou wel leuk zijn. Maar in ieder geval, bedankt voor je sterke wapen. Doei, doei. Ik mis het nou al. Weer eventjes ontspannende muziek. Nadat er hier een gigantische Arcturak zou zijn. I'm so hungry, I could eat an Arcturak. There is no time. Diepvriespizza! Ik ga deze zin nu heel erg fout voorlezen, Mario. Beginnend bij Zelda en eindigend... bij de gele noot. Beginnend. Dat zijn allemaal nummertjes. Begin bij Zelda. Maar het eindigt bij de gele noot. En door. Mooi. Just saying. Oké. Nou. Heb ik aan 3 stokjes trouwens wel genoeg om barbecue. Volgens mij had je er 3 nodig. Volgens mij had ik aan 3 stokjes net genoeg. Oh, kom op! Volgens mij maar 3, hoor. Volgens mij heb je maar 3 jump attacks nodig.
Maar ja, dan riskeer ik een softlock. En het probleem is, ik weet niet hier of we ergens een stokje kunnen krijgen. In fase 1 heb je geen stokjes nodig. Ik haal voor de zekerheid de 4. Dat Mario weet het niet meer. En hier is nergens een stokje te vinden. Hallo, Barnacle. Perfecte bosmuziek. Oh. Zelda, zit niet zo te gaspen, alsjeblieft. En... ben je nou los? Ja, nou ben je los. Hallo. Echt, alles kun je bijna killen met de boomerang, dus... Sterk. Dan vraag ik me eigenlijk toch af, weet je wel, van wat is nou eigenlijk de bos? Is het Barnacle of is het de kwallen? Oké, okay, hij bestuurt de kwallen en hij laat ze op als een batterij of zo. Hallo. Dank je. Ouchies. Stop eens eventjes. Enough. Freeze. Now. Het zou leuk zijn als ik ijspijlen hier kon gebruiken. Maar ja, ik heb nog steeds geen magie. Auw, schokkend. Oh, kom op. Oh, je kunt hier ook de noten voor gebruiken. Leuk feitje dus. Oké, okay, hoeveel stokken gaan het worden? Stok nummer 1. Wel jump attacks, hè, jongens. You can't hit me, you can't hit me, na 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 na. Oké, okay, je hebt me geraakt. Ik moet stoppen met taunten. Stok nummer 2. Nee, 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 Mario, niks meer pot. Jij zei dat we 4 stokjes nodig hadden. En ik weet zeker dat het er 3 zijn. Mario waste time, weet je wel. Zo van, haha, want dan ben ik sneller in de race. We zijn niet aan het racen nu, Mario. Schaam je. Oei. Stoute Mario. Maar goed, in ieder geval. Was dit het waard? Is de 4e pick-up daadwerkelijk... De 5e pick-up, sorry. Is de 5e pick-up het daadwerkelijk waard? Find out on the next exciting episode of... Zooter... Ocarina... Z. Ik heb geen idee, jongens. Ik heb iets te bestellen. Tot de volgende part. Dank voor het kijken. Doei! Link staat in de beschrijving. Like achterlaten als je daar nog de tijd voor hebt. En jullie zeggen geweldig.